Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pockify. Vandaag gaan we de soundpiece behandelen die ik hier in mijn handjes heb. En kijken of dit een beetje een waardig product is om misschien aan te kopen. Dus de soundpiece zijn draadloze oordopjes met Bluetooth 5.0 voor een prijsje van ongeveer 32 euro. Althans, ik heb het voor 32 euro gekocht. Amazon.nl die wisselt vaak wel eens met prijs, dan zit je vaak op 35 euro. Maar het is altijd wel een beetje rondom dat bedrag wezen. De oordopjes kunnen 3 uren mee en ook het oplaaddoosje. En met het doosje kun je uiteindelijk gewoon 30 uur met je batterijen meegaan. Dit zijn de oordopjes dus. Zoals je ziet is het gewoon heel simpel. Je hebt hier één knop achterop. En in het algemeen, de oordopjes zitten hartstikke goed in je oren. Alleen je moet hier niet echt mee gaan joggen. Want ik heb zelf gemerkt, als je die oordopjes in hebt en je gaat misschien een beetje wild doen en wat rennen. Dus ik kan nu bijvoorbeeld wel eventjes, er zit toch al een scheurtje in, hè. Fuck it. Ik kan wel even voordoen. Ik doe ze nu in. En als ik nu een beetje schud. Daar gaat hij al. Dus voor dat betreft zou ik het niet aanraden voor gaan joggen mee of gaan echt sporten gaan doen waar je mee echt heel veel beweegt. Zelf heb ik ermee gefietst en op zich met fietsen gaat het gewoon hartstikke prima, want dan heb je niet heel veel hoppelde bobbels natuurlijk. Tenzij je gaat mountainbiken en dan zou het natuurlijk een beetje een ander verhaal wezen, gok ik. Maar allemaal, de oordopjes zitten op zich wel goed stevig in je oren. En voor thuisgebruik en voor onderweg even in de trein, in de bus gaan en dat soort dingen zijn de oordopjes hartstikke prima ermee. Uit eigen ervaring gaan de oordopjes ongeveer 3,5 uur mee. Met één lading. Daarna moet je ze weer een oplaaddoosje doen en moet je weer laten opladen. En vaak met de hele lading, want natuurlijk zit hier ook een batterij in het kistje, gaat ongeveer 30 tot 40 uren mee. Dus je hoeft eigenlijk niet echt vaak op te laden, tenzij je dit natuurlijk dagelijks gebruikt. Met de oordopjes komen ook nog 4 andere plugjes bij. Of plugjes, gewoon de rubberen siliconen topjes hierop. Er komen nog 4 andere of 3 andere, 4 totaal, maar dat is 3 andere van dit, komen erbij. En bijvoorbeeld deze te klein vindt erop of te groot, dan kun je ze even omwisselen voor kleinere of grotere. Die flexibiliteit heb je dan zeg maar om het gewoon te doen. Uit eigen ervaring blijven de oordopjes goed verbonden met je apparaat. Alleen ik heb één probleem gehad. Ik heb trouwens op mijn mobiel geen probleem met de verbinding ertussen. Alles blijft al hartstikke goed stabiel. Alleen voor een van de redenen, als ik met mijn laptop verbind, ik weet niet of het nou de laptop is of de mobiel, geen flauw idee. Maar met een of andere manier met de laptop, dan wil je wel eens een keertje haperen of dan gaat opeens mijn linker oortje gaat opeens uitvallen. En dan opeens, hij verbindt wel weer. Alleen het is een beetje zo'n irritatiepuntje. Ik snap niet waar het aan ligt, maar het zit er ook tussendoor. Dus ik weet niet of meerdere deze ervaring hebben, maar ik dus wel. Maar op zich, al in al doet het best wel keurig. Daarnaast een ander minpunt wat ik vind van deze oordopjes zijn eigenlijk hoe die met de mobiel verbindt. Normaal als je een draadloze oordopjes hebt of bluetooth apparaten hebt, wil je natuurlijk dat die gewoon automatisch verbindt met je mobiel zodra je ze eruit haalt. Alleen deze heeft er soms wel eens een beetje moeite mee. Nou, kun je even hier focussen op de telefoon? Dan kan ik het even laten zien. Dus ik haal nu de oordopjes eruit en we zullen zien of hij nu toevallig wel automatisch gaat verbinden. Hij staat bovenaan als het goed is. Zometeen moet hij dus ermee verbinden. Nu kijken of hij dat doet. Bluetooth staat aan zoals je ziet. Dus zoals je ziet nu aan mijn oordopjes zie je dat hij rood en wit aan het knipperen is. Dat betekent dus dat hij de oordopjes aan het pairen zijn. En dan zien we aan de telefoon eigenlijk niks gebeuren. Dus een beetje kloten. Dus dat is een beetje een nadeeltje aan deze oordopjes. Is dat je soms handmatig moet verbinden. En soms wilde je opeens wel verbinden. Ik weet niet waar het aan ligt. Waarschijnlijk aan mij. Het zal wel mijn fout wezen. Dus dat is een beetje een aandachtspuntje. Dat die verbinding, automatische verbinding met de telefoon of apparaten waar je natuurlijk mee verbindt. Dat het gewoon even wat soepeler is. De geluidskwaliteit is waar ik me echt het meeste verbaasd over deze oordopjes. Voor 32 euro dacht ik van, je zal waarschijnlijk gewoon een oké oordopjes krijgen. Het zal vast niet fantastisch wezen. Het zal al en al niet zo heel denderend wezen. Dus dat is een beetje de aanname die ik nam voor deze oordopjes. Maar toen ik het eigenlijk gebruikte, ik was echt hartstikke tevreden met de geluidskwaliteit. Natuurlijk is de bas niet veel te overdreven of veel te aanwezig, zeg maar. Dus als je dan niet dat je een of ander hip-hop liedje luistert bijvoorbeeld en dat je opeens geen tekst meer hoort, alleen maar bas. Dat is niet het geval. Het had misschien iets meer kunnen wezen. Maar op zich is het mooi gebalanceerd allemaal.
Voor de rest heb je natuurlijk de knopjes op de oordopje zelf, waarmee je dus media kan pauzeren, kan skippen. En je kan ook telefoongesprekken opnemen met deze oordopjes. De microfoon dan, want ja, de enigste manier dat je deze microfoon wil gebruiken is eigenlijk op een heel trieste manier. Je doet het niet in je oren, maar je doet hem eigenlijk voor je mond, want anders verstaat niemand toch meer wat je zegt. Dus het minpunt is eigenlijk dat een micro USB aansluiting op deze oordopjes zit, althans op het doosje. Als ik eigenlijk de productpagina kijk van de website zelf, zie ik er een USB-C kabel zitten, maar volgens mij klopt het niet helemaal, want volgens mij is het nog steeds een micro USB waar ze mee leveren. Weet ik niet zeker, misschien hebben ze het vernieuwd, dat zou mooi wezen. Maar ik heb althans een micro USB versie, wat ik een beetje jammer vind, want nu moet ik natuurlijk een extra kabel meenemen om deze doosje op te laden en tegelijkertijd natuurlijk mijn eigen telefoon ook op te laden. Eén ding wat ik nog vergeten ben te zeggen met de opnames is, het doosje is ook nog magnetisch. En de oordopjes ook erin. Hier, kijk dan. Oh, ze vallen niet eruit. Allemaal, wat vind ik van dit product? Eigenlijk, naast de problemen wat het heeft en de gemiste kansen dat het heeft, is het eigenlijk nog steeds een hartstikke tof product. Ik kan heus niet klagen dat ik hier 33 euro voor betaald heb. Want hij gaat 2 weken mee op een batterijlading. Niet van de oordopjes zelf natuurlijk, maar met alles in één erbij. En de kwaliteit is gewoon hartstikke goed, mooi gebalanceerd. Als je een budget hebt van 50 euro maximaal, dan zou ik deze echt absoluut jou kunnen aanraden. Dus dat was mijn review een beetje van dit product. Laat me weten wat je ervan vindt in de comments hier beneden. En dan zie ik jullie gauw weer in de volgende video. Tot ziens.